Hi, welkom bij Beauty with Denise en vandaag weer een nieuw filmpje. Ik ga mijn gekregen kerstcadeautjes aan jullie laten zien. Ik kijk deze video zelf graag en ik dacht, nou, ik vind het ook wel leuk om die van mij te laten zien. Ik ben verwend door mijn familie en ik ben erg dankbaar voor alle cadeautjes. Dus ik dacht, ik ga het gewoon lekker met jullie delen. En laten we gewoon gelijk beginnen. De cadeautjes die ik van mijn opa en oma heb gekregen en van mijn moeder en mijn stiefvader, die zitten er door elkaar gemixt heen, want dat lag allemaal gewoon onder de kerstboom. Ik weet niet wat ik precies van wie heb gekregen, maar die cadeautjes heb ik zeg maar van hun allemaal gehad. Als eerste een teddytas. Vind ik echt super leuk. Wilde ik heel graag hebben. Dus in zo'n lekkere teddystof dus. In een crème kleur. En het is een beetje een shoppermodel. Wat ik erg prettig vind. En wat ik heel fijn vind is wat je vaak niet ziet bij die tassen. Is dat er een rits in zit. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik kan niet wachten om hem te gebruiken. Maar nu met het vieze regenweer doe ik dat maar niet. Maar ik vind hem echt super leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Dan heb ik ook twee Efteling huisjes gekregen. Deze verzamel ik. Ik heb er al een paar. Ik heb een Hollebolle Gijs heb ik. De kleine sprookjesboom. De grote paddenstoel. En Pardoes. En nu heb ik er dus twee bij gekregen. En als ik mijn kerstscene opzet. Dan komt mijn Efteling dorpje ook tevoorschijn. Mijn moeder heeft het ook. Die heeft al wat meer beeldjes dan mij. Maar ik heb er dus twee bij gekregen. Als eerste het huisje van Hans en Grietje. Super leuk. Echt zo schattig vind ik het allemaal. Deze waren dus bij de Kruidvat te koop. En dat zag ik en toen heb ik gelijk geappt van, joh, als jullie nog ideetjes nodig hebben, ik wil heel graag meer van deze Efteling huisjes. En ik heb ook de Trollenkoning gekregen. Heel erg blij mee en ik vind dat zo leuk. En ja, ze hebben hele mooie huisjes van de Efteling collectie. Echt bizar en ook hele grote. En ja, mijn moeder heeft bijvoorbeeld de draak, die is ook echt super tof. Maar ik ben heel erg blij met deze twee huisjes bij mijn collectie. Dan heb ik ook iets praktisch gekregen. Iets wat we nog niet hadden. En wat ik een paar keer met mijn moeder over had met de recepten. En dan zei ze, heb je een staafmix? En dan zeg ik, nee. Nu heb ik hem wel. Oh, ik kom tegen de telefoon aan. Nu heb ik hem wel. Een staafmixer. Super blij mee. Want die misten we dus nog. Die hadden we nog niet. En dit is gewoon handig. Vooral bij, deze één pompoensoep. Die vind ik super lekker. Maar daar heb je een staafmixer bij nodig. En nog bij het andere gerecht. Dat ik dacht, shit, ik kan hem eigenlijk wel kunnen gebruiken. Dus ik ben heel erg blij dat we hem nu hebben. Dus dit is een praktisch cadeautje. Maar ook heel erg leuk. Want ja, nu hebben we hem wel. Dan heb ik ook deze Bedfizzer crumble gekregen. Be a mermaid. En mijn moeder had dit bedacht, want ik heb geen bad. Maar ze zegt, nou, dit kan je wel kruimelen zo in de douche. En dan als zo'n shower steamer gebruiken. Ja, super schattig hoe ze dat bedacht heeft. En het is gewoon een heel leuk cadeau, want ze weet dat ik van dit soort dingen hou. Super leuk. En er zit super veel in, 300 gram. Dus ik ben benieuwd. Ik kan niet echt ruiken naar waarnaar het ruikt door de verpakking heen. Ik wil hem nog niet openmaken, maar ik vind het in ieder geval. Het ziet er net als een grote snoepzak uit. Dus het ziet er al heel erg lief en schattig uit. Dan heb ik ook deze. En die vind ik ook zo schattig. Dit zijn twee tea towels. Ja, even serieus. Disney en kerst, dan heb je me. Dit is een hele mooie groene kleur. En dan heb je Mickey met een kerstmuksje in. En die shell die zit dus los. Ja, hoe leuk is dat? En dan heb je deze. En die heeft dus allemaal figuren. Dus je hebt hier Donald Duck, Mickey Mouse, je hebt Minnie Mouse. Je hebt hier Goofy. Goofy? En dan zie ik hier ook, even kijken of ik die makkelijk kan laten zien, want ik zie een Pluto. Ja, ook Pluto. Ja, zo leuk. Ik vind dit echt zo onwijs schattig. Jullie weten inmiddels denk ik wel, als jullie me wat langer volgen, dat ik van Disney spullen hou, van Disney in het algeheel. Dus deze vind ik echt onwijs leuk. En ja, ik krijg natuurlijk niet zulke cadeautjes, want ik woon op mezelf, dus dat is helemaal leuk. En dan heb ik ook deze set gehad van Sense Lost in the Desert Face Sheet Mask Book. Nou, jullie weten ook, ik hou van maskers. Ik heb er onwijs veel, maar ja, dit is echt iets waar je me altijd blij mee maakt. Er zitten er 7 in. En ik weet niet of ik het zo aan jullie kan laten zien. Dat is misschien wel leuk als ik het zo snel open krijg. Dat is altijd even die plakkertjes. Het zit altijd goed dicht. En dat is wel belangrijk. Want je wil natuurlijk ook niet dat er een gezichtsmasker uit mist. Omdat die niet goed dicht zat. Dat wil je al helemaal niet. Ja, het is
echt onwijs leuk, want het is dus een boek. Kijk. Oh, zo leuk. En dan heb je dus de Defined Fire Face Sheet Mask met bamboe. Dat is die. Dan heb je de Oat Protein Mask met Oat Protein en Asian Rice Bran Extract. Extract. Je hebt Blue Delight met cucumber. Gold Crush met ginger. Dan Raw Stone met tea tree. Zit er laatste? Nee. Mystic Desert met pomegranate. En dan volgens mij de laatste. Ja, dat is de Rose Quartz met rose water. Dus onwijs leuke verpakking. En ook hele lekkere maskers als ik het zo hoor. Dus ja, super leuk. Heel benieuwd naar. Maar ik vind het sowieso een heel leuk idee. Dan heb ik heel lief wat schattigs gekregen van mijn manager. Dat was een heel leuk tasje. Daar zaten wat snoepjes in een schattig kerstzakje. Een leuk kerstkaartje. Dit schattige flesje met een nieuwjaarswens. Een klein parfummetje. De NG Femme L'Odeur du NG Eau de Parfum. Zo heet die. Heel schattig. En ook een cadeaukaartje van de Isiperie. Ja, onwijs lief. En dat waardeer ik natuurlijk ook onwijs. Dus dat heb ik heel lief van mijn manager gehad. Dan heb ik... Wat zeg ik daar? Van mijn vader en zijn vriendin hadden we een doosje Celebrations gekregen. Altijd lekker. Oh, dat is Luna. Wacht even. Ik heb ook van Catrice de Soft Glam Filter gehad. Dat is een beetje die dupe van Charlotte Tilbury. Die primerachtige base. Die ligt al in mijn make-up kamer. Ben ik al aan het gebruiken. Ik vind het tot nu toe wel fijn. Maar het is niet dat ik zeg, het is helemaal geweldig. Maar ik heb hem ook nog niet zo heel vaak gebruikt. In de kleur 010 natuurlijk. Want ja, ik ben heel erg wit. Die heb ik gehad. En dan heb ik een boek gehad. Ik hou van boeken. Wendy Brokers is een van mijn favoriete schrijfsters. En dit is de eindeloos serie. En dit is deel 2, niet zonder ons. Ik heb deel 1 hier ook van, moet ik nog lezen. Maar ik heb deel 2 alvast, deel 3 en deel 4 zijn ook al uit. En er is nu al weer een nieuwe vierdelige serie waar ze mee bezig is. Wat ze uit laat komen. En er komt nog een ander boek van haar, Schuld, komt eraan. En ja, ik wil al haar boeken hebben, want ik vind haar boeken gewoon geweldig. En ik heb dus al heel veel van haar boeken, maar ook nog een aantal niet. En ik ben ze gewoon aan het verzamelen, want ik wil ze gewoon allemaal hebben. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze alvast heb. Ik vind haar gewoon echt geweldig. En dan van Rens heb ik ook 2 boeken gehad. Als eerste deze van Benedict C. Klaus van Krimiboek, De Wachtkamer. Dit is van Krimibox. Als jullie dat kennen, dat is je kan een box daar kopen en dan kan je zeg maar een moord of ja, volgens mij zijn moorden oplossen. Ik heb nog nooit zo'n box gehad, zou ik ook heel graag willen uitproberen. Maar ze hebben ook Hond en Levens. Dat was hun eerste interactieve boek, die heb ik en die vond ik geweldig. Dus ik wou heel graag dit boek. Er is inmiddels ook nog een extra boek van, dus die wil ik ook. Maar De Wachtkamer, die heb ik alvast. Je moet dus, als je dit boek gaat lezen, ga ik je laten zien, een QR-code scannen. En dan bij het vorige boek was dat in ieder geval dat je in een soort van interactieve chatkamer kwam. En daarmee ga je dus antwoorden geven. En ga je dus zelf proberen de moord op te lossen. Ja, ik ben helemaal fan. Ik vind het geweldig. Dus ik ben heel erg blij met deze. En dan had hij ook heel lief het boek van Britney Spears besteld. Alleen had per ongeluk de Spaanse versie besteld. Dus de Nederlandse versie is onderweg. Maar het boek van Britney Spears komt er dus ook aan. En daar ben ik ook onwijs benieuwd naar. En die wilde ik ook heel graag hebben. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En dan als laatste wou ik nog even iets heel speciaals met jullie delen. Ik heb namelijk een heel lief kaartje van een hele lieve volgster van mij gehad. Ze weet zelf wie ze is. Ze is echt geweldig. Ze kijkt elke video. Ze geeft altijd comments. Ze heeft al een keer eerder iets heel liefs gedaan. En nu kreeg ik weer een heel lief kerstkaartje. Met een hele lieve cadeaubon. Waar ik echt van ga genieten om iets van uit te kiezen. Hoeft natuurlijk helemaal niet.
Dat hoeft niet, maar het is zo onwijs lief. En het is een schat van een vrouw. En ik wil je even speciaal in deze video vertellen hoeveel ik het waardeer dat je me altijd steunt. En nogmaals heel erg bedankt voor je geweldig lief kaartje. En dat waren al mijn kerstcadeaus. Ik voel me ontzettend gezegend met al deze cadeaus. Ik ben ontzettend verwend. Ik ben heel erg blij met alles. Ik ga lekker genieten van alles. En iets later, want ja, hè, chaos tijdens kerst en oud en nieuw. Iedereen heeft het druk, ook ik. Maar ik wou het toch nog heel erg graag met jullie delen. En er komt ook weer een opgemaakt video aan, want ik heb een enorme tas vol met opgemaakt spullen. Dus houd mijn kanaal in de gaten en dan zie ik jullie snel weer. Doei!